Zo, in deze video ga ik het over hebben. Ik moet even naar de thumbnail kijken die ik heb gebruikt, toch? Waarom hebben we het nu met de updates dan in chapter 1 van Fortnite? Ik laat even als begin bijvoorbeeld even de chapter 1 map zien. Als het goed is dit van 6NX. En nee, ik heb gewoon even gekeken, heel vlug en zo. En ik dacht dat deze het was. Ik kan er wel een aantal dingen van herinneren. Maar waarom krijgen we nou minder updates? Nou, dat komt ook omdat. Zeg maar, toen het pas was uitgekomen, toen moest ik maar heel veel aan doen om populair te blijven. Ook omdat andere games kwamen, zoals Apex en zo. En je moet ook nagaan als Apex Legends, die heeft bijvoorbeeld streamers betaald voor het spelen. En dat heeft Fortnite niet. Zeg maar toch, Apex die heeft de hype gekocht. En Fortnite die wou dat in principe niet. En dat heeft ze ook niet gedaan. Die wou gewoon zo, zeg maar, een beetje hype creëren en het niet kopen, want anders ben je heel erg af. Afhankelijk van die streams, zeg maar, dat die niet zo gauw bij jou weggaan. Want anders gaan de kijkers misschien ook weg. Maar ja, meestal dat ze bepaalde streamen dat ze spelen en denken van, oh, dat wil ik ook spelen, zeg maar. Daar gaat het meestal door. En die gaan dan meestal na een paar weken weg, omdat ze dan, die moest bijvoorbeeld, net zoals Ninja, die moet voor mij een week of 2 weken Apex spelen. Misschien wel een maand. En voor dat geld dat hij dan zou krijgen en daarna konden we weg, zelfs wel eens met andere streamers. En Apex, ja, het is wel een beetje populair, maar de mobiele versie die stopt er al mee. Dus ja, dat is echt al genoeg eigenlijk, dat het niet zo heel erg goed gaat. En dat bedoel ik dus, dan ben je echt afhankelijk van je streamers. En dat is Fortnite op dit moment niet, omdat ze ook niemand ervoor hebben betaald. Natuurlijk ben je nog steeds wel afhankelijk van de streamers, als ze jou, natuurlijk, dus streamen jouw game natuurlijk, maar niet zo heel erg afhankelijk omdat je ze niet hebt betaald, dat bedoel ik meer. En er kwam gewoon heel veel concurrentie bij, dus ja, dat werd steeds moeilijker om om de game groot te houden, vooral omdat het gratis is en zo. En de skins die zijn ook duurder om te maken natuurlijk, want die kunnen wel gemaakt worden, maar die zijn nogal duur. En even voor de rest nog. Kijk, nou ook minder updates gewoon, omdat zoals ik al zei, ze wou zeg maar concurreren met anderen, daarom dan wachten ze iedere week een update uit. Alleen dat ook betekende dat de werknemers die hadden niet zo heel erg goed, want toen moesten ze 24/7 werken, dus 24 uur per dag. En ook al deze één dag niet werken, dan werden ze ontslagen meestal. Dus ja, het ging toen ook heel erg slecht, want er was toen ook naar buiten gekomen. En voor mij heeft het wel voor. Ja, zou in principe voor het. Ik bedoel, heb ik eens een rechtszaak van kunnen krijgen. Op zich. Ja, die hebben ze niet gehad, maar die zouden ze wel misschien later of ooit kunnen krijgen. Van slechte werksgeheer, zeg maar. Want er was dus een employee, dus zo'n medewerker van naar buiten gekomen. Dat ze 24/7 deden werken voor nieuwe updates en zo, en nieuwe packs en eigenlijk gewoon alles. En dat is nou de reden dat Epic Games nou, doen om de 2 weken doen ze nou een update. Of om de vier, dan doen ze zeg maar. 2 weken even niks en dan een content update. En dan komt het update, dan hoef je eigenlijk de game niet voor up te daten, maar dan komen wapens in of een bepaald gebied of zo. En daarom hebben ze dat zo gedaan en nu kunnen ze ook vakantie nemen, want toen namen ze ook geen vakantie en dan kunnen ze nou wel. Ja, alleen heb ik wel. Ja, natuurlijk is niet alles perfect, we moeten wel heel veel dingen oplossen. Net zoals soms heb je te veel bloemen bijvoorbeeld op een scar of zo. Dus dat mogen ze wel een keer oplossen eigenlijk. En vooral op controle, want er zit toch maar amper één assist op. Dus ja, want hebben ze helemaal van hun naar de grond genurfd. Dus ja, ik bedoel van, geef dan daar iets meer aim of zo. En skill-based matchmaking nog steeds. Maar ik bedoel, ik snap het allemaal, skill-based matchmaking erin zit. Want er komt natuurlijk als nieuwe spelers komen, dan is niet meteen gekillt worden. Maar ik bedoel, de nieuwe spelers, die hoeven maar 3 games of zo te spelen. En dan komen ze ook al tegen hele goede PC-games eigenlijk. Terwijl jij zit bijvoorbeeld op je. Ja, misschien wel PlayStation 4 te spelen of zelfs. Dus dat je nog geen Nintendo 5 hebt, of dat je daar geen geld voor hebt voor een 5. Of voor de nieuwe Xbox heb je geen geld voor. En je speelt nog op de oude. Dat is maar zomaar even een voorbeeld. En dan moet je bijvoorbeeld dan tegen van die PC-spelers. Ja, dan win je het natuurlijk nooit. Dus ja, dat vind ik het enige dat ze dan een beetje naar moeten kijken. Ik weet ook niet hoe het gaat eigenlijk. Voor mij gaat het op het account level misschien of zo. Terwijl ja, dat is ook nogal raar, want dat heeft ook met andere statistieken zover ik weet te maken. Ik weet niet precies hoe het werkt, maar het werkt ook met andere statistieken.
Dus ja, en er klopt ook niemand. Dan zou het in principe bij sommigen is het dan heel laag, terwijl hun spelen dan bijvoorbeeld creative heel veel of zo. Dus ja, dan klopt het dan ook al geen zak van, want eigenlijk komen dan eigenlijk noobs tegen hele goeie. En zie je soms ook bij die, ja, zie je ook heel veel bij de streams gebeuren dat ze het allemaal tegen noobs zo onderhand moeten. Ja, het is gewoon, ja, jammer dat het niet echt gelijk niveau is, zeg maar, dat je het. Dat er in ieder geval een kans is dat je nog kan winnen, daar is het nou niet. Dus we mogen ze echt wel verbeteren. Want dan zou het ook wel leuk zijn om te spelen. Dus ik hoop dat ze dan nog echt een keer gaan aanpassen. Dat is nu ook gewoon zo moeilijk om te winnen. Überhaupt één keer is al moeilijk. En natuurlijk vroeger voor je wil, want toen kwam je ook allemaal noobs tegen natuurlijk. Maar ze moeten daar echt een beetje gewoon wat gelijk trekken, zeg maar. Dus dat die gast, zeg maar waar ik tegenkom, dat er geen noob is, ook geen sweat, maar dat hij ongeveer ook even goed is als ik. Dus stel je voor, zeg maar, want ik word dan heel goed beschoten en ik ga dood. Dat je denkt van, ja, zou ik hem in principe kunnen hebben? Nou, in principe dan wel. Of hij bouwt en edit een beetje ongeveer net zoals ik, een beetje de snelheid. Dat zou ook al veel schelen. Want dat zou betekenen dat hij heeft dan bijvoorbeeld mijn muur en hij heeft dan gewonnen. Maar als ik zijn muur had, dan zou ik kunnen winnen. Dat zou het dan een beetje betekenen. Dus dat is het enige beetje dat ze wel mogen oplossen. Ja, en ik zou ook Fortnite aanraden, eigenlijk gewoon standaard wapens erin, zeg maar. Zoals, ja, Scar zit er al in, maar een beetje die bloem bij werken. En gewoon een standaard pump zou ik er gewoon in doen, want dat doet toch geen 200 meer. Dus kun je net zo goed erin zetten. En gewoon een SMG, en niet een SMG die kunt blijven sprayen dat het door muur heen sprayt, maar gewoon een normale SMG, zeg maar. Dus daar een beetje standaard lootpool hebben, gelijk waar ook mensen terugkomen, dat zou ik eerder doen. Of in ieder geval, doe daar in ieder geval in. Ja, in Competitive dan eerder. Of in normaal, maar ze mogen zelf kiezen waar ze het in willen doen, misschien al twee. Dan zouden ze ook veel meer mensen terughalen, zeg maar. Want doen ze elke chapter een nieuwe shotgun en een nieuwe jaar, maar ja, dat helpt niet echt. En dan komen er ook niet echt mensen door terug, zeg maar. Want dan denk je van ja, die hoef ik niet. En ja, dat was het als een beetje waar ik het over wou hebben. Ik denk dat alles ongeveer wel heb gehad. Dus ja, dat is eigenlijk het enige, zoals ik al zei, een beetje veranderen eigenlijk. Ja, qua updates kunnen ze natuurlijk niet echt meer doen, want zoals ik al zei, dan moeten ze weer 24/7 werken. En in principe dat is nou ook niet nodig, want ze hebben een bepaalde playerbase die toch blijft terugkomen. Die hebben ze nou. Als ze vroeger niet, want was je echt meer met de hype bezig, zeg maar. Dus dan moet je er gewoon voor zorgen dat je altijd updates krijgt, waardoor de game heel de tijd hype blijft. En dat hoeft nou in principe niet echt meer. Omdat ja, het is. Want de standspeler blijft toch wel terugkomen, daarom is het hem ook. En zoals de streamers, die blijven toch wel terugkomen. Ja, toen zijn ze misschien te veel veranderd, dan misschien niet. Maar in principe, over het algemeen blijven ze wel terugkomen. En ja, vooral ook met die Zero Builds die toen was gekomen, toen waren er al heel veel terug. En ik denk dat met First Person er nog meer terugkomen, denk ik. Ja, voor de rest is het op zich wel oké. Ja, ze kunnen natuurlijk allemaal wel terugkennen met misschien, ja. Classic Fortnite of zo, maar ik weet niet of dat, want moet je een aparte server ook voor opzetten eigenlijk. Of je maakt in Creative met de Creative 2.0, want kun je maps uploaden, dan dat zou het nog makkelijker zijn. Dat er iemand bijvoorbeeld die map kan uploaden. Dan hoeft er alleen maar iemand het in Creative te zetten, en dat is dan wel zo makkelijker, want dan hoeft de Fortnite ook niet een eigen server voor op te halen, speciaal voor die game mode, zeg maar. Speciaal voor Chapter 1 map. Als ze dat zouden doen, dan zou het echt perfect zijn als iemand dat zou doen dan. Als het zou kunnen, überhaupt. Want ik weet wel dat je dan maps kunt uploaden, dus misschien kun je dan de chapter 1 map uploaden. Of misschien zelfs chapter 2 en chapter 3 ook. Zodat Fortnite geen aparte server daarvoor hoeft op te zetten, want er blijft zo in de standaard creator server die ze al hebben natuurlijk. Ja, dat was wel een beetje voor deze video. Daarom krijgen we dus minder updates dan in chapter 1. En ja, ik hoop dat jullie deze video interessant en leuk vonden. En vergeet natuurlijk niet om te liken en te abonneren.